is aangenaam. Aangenaam. Ik ga je naar uw toernooitje brengen vandaag. Heb je iets met auto's? Ja, ik heb wel. Ik zie wel graag auto's. Ik, af en toe verander ik een keer van auto. Ja. En dan meer in Amerika, omdat daar toch iets... ik zal maar zeggen, iets voordeliger is. Voordeliger is om met een dikke bak te rijden. Ja, in België is dat niet meer te doen bijna, maar nee, ik zie graag auto's. En waar red je als je in Amerika bent en dat de belastingen er niet toe doen? Ja, nee, gewoon een sportkerker, dat was zo zeggen. Ja, ja. Oké. Okay. Maar dus iets waarmee je al een keer kunt doorchezen. Ja. En doe je dat graag zo van die invitatieturnooien? Ja, superleuk. Omdat de stress is er waaf natuurlijk. Het is nog altijd competitief. Ja. We willen wel winnen, maar we weten ook van oké, winnen is niet het belangrijkste. Nee. We hebben wel gisteren Rochus op zijn doos gegeven, zag ik. Ja, maar het was een goeie match, een goeie rally. En het was goed weer nog, want het was slecht gespeeld. Er zat nog hoeveel volk voor donderdag namiddag toch? Ja. En ook, je kunt wel een beetje show geven, een beetje lachen, een beetje doen. Dus dat is wel plezant en dan die evenementjes. Hè. En als je niet aan het invitatietoernooien bent, wat doe je dan tegenwoordig? Ik speel nog wat matches ook. Ik speel dan een keer een interclubje mee in de Koddaert, binnen een maat van mij. Dus daar blijf ik dan wat spelen. Af en toe een halfke. Ik zit nog veel in Florida ook in de winter. Ja. En daar train ik dan. En soms spar ik wat mee met de jeugd daar. Dus ja. Probeer wel een beetje. En zo coachen, een speler coachen, dat zit niet. Ik heb al gecoacht, maar ik heb het gevoel dat ik nog iets te jong ben om te coachen eigenlijk. Nog te veel goesting om zelf. Ja, je kunt nog meespelen met die man, wat dat goed is natuurlijk, maar ik heb het gevoel dat de coach precies toch iets ouder moet zijn. Ik weet niet, dat het gevoel. Ja, ik ben nog maar juist gestopt en direct coachen en doen. Ik doe het wel graag, ga graag mee, maar het was nog ietsje te vroeg. Nog even wachten. Ja. En zijn er zo spelers op het circuit dat je ziet spelen waarvan je denkt, die zou ik graag ooit coachen? Of? Gebruiken. Natuurlijk is het gemakkelijk om te zeggen, ik ga iemand coachen die top 20, top 30 staat, want dat moet eigenlijk bijna niet veel doen. Hè. Dat is gewoon, ik ga niet zeggen babysit, maar maken dat alles in orde is. Ja. Die dingen, dat is natuurlijk leuk. Ook, dat zijn leukere toernooien, maar daar kijk ik. Als dat gebeurt, is het zo. Als het niet gebeurt of iemand anders is, dan is het dus wel leuk om... Ik denk dat het een goed gevoel moet geven om iemand die wat minder is dan... Beter te brengen. Een jonge gast. Dat je er ook iets aan hebt. Dus dat zou wel ideaal zijn, maar oké, nog niet direct. En zo'n David Goffin, is die makkelijk te coachen, denk je? Ja, ik denk dat wel, maar omdat die is vrij rustig. Ja. Daar heb je niet veel miserie mee, denk ik. Nee, ik denk dat niet. Ik denk dat dat zit in een vrij rustige en een vrij gemakkelijke. Dus, Had je graag jezelf gecoacht? Nee, zeker niet. Dat is een goede vraag. Dat is de eerste keer dat ik dat krijg. Nee. Ja en nee. Ja, omdat als er iets gevraagd werd, was ik wel oké om het direct te doen. Ja. Maar de andere zijde was... Nee, want het is je leeft zodanig in je bubbel op dat circuit. Ik zou dat niet gedaan hebben. Nee. Het was heavy geweest. Ja, nee, pas op, het is heel plezant geweest. En als je natuurlijk met een coach 24 uur per dag bezig bent, dat is precies gelijk een getrouwd koppel. Hè. Ja. Dus dan zit er al eens tegen. En, maakt dan maar een dat moet ruzie. Wel, want zo kom je ook verder. Dus ik ben meestal wel goed overeengekomen met mijn coach. Hè.